welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer super veel nieuwe make-up en kleding uitproberen. Ik heb genoeg make-up voor echt een full face met allemaal nieuwe make-up. En ik ben echt weer super enthousiast om het allemaal te gaan gebruiken. Nieuwe make-up testvideo's zijn altijd een van mijn fave video's om te maken. En ik weet dat jullie dit soort video's ook leuk vinden. Dus dit is echt een complete win-win situatie. Maar ik heb vandaag niet alleen maar make-up, want ik heb ook kleding. Ik heb weer kleding gekregen van Chiquelle. Dus aan het einde van de video, na de make-up, ga ik ook die kleding aandoen, laten zien. En ik zet van alle kleding ook een linkje beneden in de beschrijving, mocht je ook iets willen bestellen. En zoals altijd heb ik ook weer een kortingscode voor jullie. Dus dan kun je een beetje geld besparen op Chiquelle. Dit zijn altijd een van mijn wat langere video's. Dus laat ik de intro niet te lang maken, want de video wordt echt al lang genoeg. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag weer eerst beginnen met de oogmake-up. En ik heb een nieuw oogschaduwpaletje. Alle make-up die ik vandaag ga gebruiken heb ik nog geen enkele keer gebruikt. Behalve het oogschaduwpaletje. Die heb ik al 1 keer gebruikt. En ik vond hem echt top. Dus dit paletje is het enige vandaag wat ik eigenlijk al stiekem 1 keer heb gebruikt. En dat is het nieuwe paletje van Queen Tarsi. Het Girl Power paletje. Kijk deze verpakking ook hoe mooi. Is dit niet echt een prachtige verpakking? En hierachter staan ook nog 2 vrouwen. En dit zijn dan alle prachtige kleuren. Echt ideaal voor herfst. Echt prachtige herfstkleurtjes. Prachtige everyday kleurtjes. Je hebt glanzende en matte kleuren. Echt een top paletje. En omdat ik hem al 1 keer heb gebruikt, weet ik al. Dat ik hem fijn vind. Hij is echt even goed als hun andere oogschaduwpaletje. Dit is hun tweede paletje. En I love it. Hij is echt je geld waard. Het is echt een prachtig en goed paletje. Ik vind ook het hele concept achter dit paletje heel erg mooi. Girl power. Dus het gaat echt over vrouwen die elkaar supporten. En de kracht van vrouwen. En dat vind ik als vrouw zijnde natuurlijk extra leuk. Dus dit is echt een top paletje. Ik zal even de ooglook in beeld brengen die ik al heb gemaakt met dit paletje. Dat was een look voor Halloween. Een beetje een donkere spinachtige Halloween look. En vandaag ga ik dus een meer everyday lichtere look maken met het paletje. Want dan heb je 2 looks die je eventueel kunt namaken. Dus we gaan weer even inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden. Daarvoor gebruik ik mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Echt de ideale oogschaduwprimer. Ik ga beginnen met de donkerste bruine matte kleur hier. Die heet Gold Digger. En die ga ik zo aanbrengen hier in de hoeken. Gewoon zo lekker indrukken. Dan wordt die lekker donker. En ik druk hem ook in de binnenste ooghoek. Kijk even hoeveel pigment hiervan afkomt. Het is echt fantastisch. Dan pak ik de lichtbruine matte kleur hier. Die heet Fearless. En die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Oké, die kleur is wel iets meer donker en oranjeachtig dan dat ik had verwacht. Ik had hem iets meer bruin verwacht, maar hij is best wel oranje. Dan pak ik de bruine matte kleur hier beneden, die heet Equality. Met een iets kleinere fluffy kwast ga ik die ook in mijn arcadeboog aanbrengen. En dan de donkere kleuren die ik in het begin aanbracht een beetje ermee uitblenden. En dan ga ik ook weer in met de donkste bruine matte kleur Gold Digger. Daarvan pak ik maar een heel klein beetje, ook weer met die kleine fluffy kwast. En dan ga ik het allemaal goed uitblenden hier. Oké, zei ik niet net dat ik ging voor een wat lichtere natural look? En vandaag ga ik dus een meer everyday lichtere look maken. Het wordt gewoon weer helemaal donker, maar het zijn wel neutrale kleuren. Dus ik vind het alsnog gewoon geschikt voor everyday. In mijn wereld, in Sarah wereld. Ik had een hele andere look in mijn hoofd, maar ik weet niet. Mijn handen zijn gewoon dit gaan doen en ja, dit is het dan gewoon. Af en toe zijn mijn hoofd en mijn handen het niet met elkaar eens. Dan pak ik een beetje de roze-achtige, beetje donkerroze kleur hier. Die heet Girl Boss. Die is glanzend. Echt een prachtige kleur. Kijk even deze swatch. En die kleur ga ik aanbrengen zo in het midden op mijn ooglid. Oh my god. Kijk even hoe heftig dit is. Wow, I love it. Dan pak ik weer die donkste bruine kleur Gold Digger en dan ga ik hier een beetje blenden bij de randen, zodat het allemaal mooi in elkaar overloopt. Oh, ik heb niet verteld, ik heb dit paletje gehad in PR. Dat wil ik ook nog even vertellen om transparant te zijn met jullie. Deze heb ik gewoon gratis ontvangen in PR. Ik heb een aantal van de producten vandaag ontvangen en een aantal heb ik gewoon zelf gekocht. Jongens, I love it. Ik vind dit echt prachtig. Dit hier is geen fallout. Dit heb ik gedaan. Ik ging met mijn vinger op mijn gezicht. Er is echt bijna geen fallout. Een heel klein beetje, maar het is echt super minimaal. Dus dat is ook wel fijn. Oké, dan gaan we beginnen aan mascara. Ik heb 2 nieuwe mascara's die ik wil gaan proberen. Ene op het ene oog, andere op het andere oog. En ik heb hier als eerste de Exception Eyes mascara van Douglas. Die zat in hun Douglas adventkalender die ik heb unboxed hier op mijn kanaal. Spoiler alert, super slechte adventkalender. Maar we kregen wel een full size mascara. En in een andere
kalender van Maybelline zat deze mascara. De Sensational Mascara. Dus die wil ik ook gaan proberen. Die adventkalender heb ik ook op mijn kanaal unboxed. Dit waren wel de twee slechtste adventkalenders die ik heb unboxed op mijn kanaal tot nu toe. Ik ga beginnen met die van Douglas. Dit is hoe die eruit ziet. Gewoon zo'n rupsje-achtig. Oké, ik vind die op zich best wel fijn. Ik heb niet hele mooie wimpers, dus op mijn wimpers kun je nooit echt heel goed zien of een mascara goed is of niet. Maar ik weet het wel, omdat ik het gewoon van mezelf weet. En ik vind hem best wel fijn. Hij krult het goed omhoog en hij geeft echt een beetje volume. Nou ga ik deze proberen van Maybelline. Die heeft een beetje een meer ronde soort applicator. Zo, die vind ik ook heel erg fijn. Deze geeft vooral lengte. Dat vind ik heel erg mooi. I like it. Ik vind ze allebei fijn. Ze doen allebei een beetje iets anders. Deze heeft meer volume. Deze meer lengte. Ik zelf, als ik echt zou moeten kiezen, zou ik gaan voor deze. Want ik vind het heel mooi hoeveel lengte die geeft. Maar ik vind die andere ook fijn. Dus ik vind ze allebei wel fijn. Ik heb niks nieuws qua nep wimpers. Dus ik gebruik gewoon mijn Primark wimpers in de stijl 747. Die ga ik even opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ik ben er weer. Ik ben echt zo blij met hoe de ooglook is geworden. Ik vind het echt een leuke ooglook. I like it. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met ook een nieuw product die ik heb gekregen in PR. Ik heb hier de SOS primer van Clarins. Ik kan de naam van dit merk echt absoluut niet uitspreken. Dus don't judge me. Clarins of zo. Clarins, I don't know. Het is de Universal Light. Dit is de verpakking. Echt een prachtige verpakking met zo wit en goud. Heel mooi. Dit is een duur merk. Dus van dure merken verwacht ik altijd wel dat ze echt heel goed werken. Want ze moeten wel echt voor je geld waard zijn. Er staat op wat hij dus doet. Dat hij kleur corrigeert. Dat het je huid laat glanzen. Dat het ervoor zorgt dat je make-up beter en langer blijft zitten. Dat het je gezicht een beetje verkoelt. Maar nog wel je huid laat ademen. En je kunt hem alleen aanbrengen of onder een foundation. Nou, top. Nou, ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat aanvoelen. Ik ga ook een full day wear test doen. Dus ik ga de make-up de hele dag oplaten om te zien aan het einde van de dag hoe alles er nog op zit. Oh, het is zo wit en een beetje glanzend. Je kunt de glans niet heel goed zien op beeld, maar ik hier in het echt wel. Hij glanst een klein beetje. Dus dat is dus wat de glans gaat geven aan je gezicht. Het is dus echt een glanzende primer. Als je daar niet van houdt, dan weet je al gelijk dat dit niet de geschikte primer is voor jou. Ik vind dat altijd wel mooi. Ik hou altijd wel van een glanzende primer. Hij ruikt ook echt heerlijk. En hij smeert ook echt lekker in. Top. Hij geeft zeker een glans aan het gezicht. Kijk. I like it. Dat maakt je huid ook een beetje jonger. Oké, dit voelt echt al heel goed aan. Mijn gezicht voelt ook een beetje fluweelachtig aan of zo. Ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven. Maar dit vind ik al heel fijn. En dan heb ik ook nog van hun een nieuwe foundation. Ook gekregen in PR. Dit is de Everlasting Foundation. Ik heb de kleur 114 en cappuccino. En dit is dan de verpakking ook weer prachtig. Hij is van glas en heel mooi goud. I love it. Ik vind de verpakking heel mooi. Oké, er staat op dat hij long wearing is. En dat hij je gezicht hydrateert. En dat het een matte finish heeft. Oké, let's do this. 30 milliliter is een normale hoeveelheid voor foundation. Ik ga het aanbrengen met mijn NYX Cosmetics Pons. En we hebben een pomp. Hopelijk is de kleur goed. Maar op zich, hij ziet er wel goed uit. Maar ik heb nog een aantal andere kleuren. Maar die zijn volgens mij te licht. Ja, ik denk dat dit wel een goede kleur is. Hij is wel een beetje neutraal. Het heeft een beetje een neutrale ondertoon. Ik heb echt een warme gele ondertoon. Dus ik zie een beetje roze terug in de kleur. En dat matcht niet echt met mijn huid. Maar overal is hij op zich wel gewoon een goede match. Hij moet matchen met mijn nek. Dat is belangrijk. Wat me gelijk opvalt is dat ik niet te veel hoef te gebruiken. Ik heb nou gewoon de hoeveelheid gebruikt die ik normaal gebruik. Maar het is iets te veel, merk ik. Je kan van dit product echt iets minder gebruiken. Dus dat is top. Dan gaat het ook wat langer mee. En het heeft inderdaad een matte finish. Het heeft een medium tot volledige dekking. I like it. Ik vind het heel mooi op de huid. Kijk, dit is van iets meer close-up. Hij is mat, maar hij voelt niet heel droog aan. En hij ziet er ook niet heel droog uit. Je kunt echt nog zien dat hij echt nog wel hydrateert. En je kunt de glanzende primer eronder ook nog zien. Je ziet echt zo een beetje nog die glans er doorheen komen. Ik vind deze twee samen echt heel erg mooi. Omdat deze mat is en deze glanst, krijg je echt zo de perfecte mix van een naturel matte finish. En dat vind ik echt heel erg mooi. Volgens mij is hij wel aan het oxideren. Hij wordt iets donkerder. Maar het is al met al nog wel gewoon oké. Dus het gaat goed, jongens. En dan heb ik ook nog van hun een nieuwe concealer. Dit is de Everlasting Concealer. Deze heb ik in de kleur 02 Light Medium. En dit is dan hoe die eruit ziet. Dit is de verpakking heel mooi nude. Ik ben alleen niet zo'n fan van zo'n applicator. En er staat op langhoudende concealer. Dus dat hij lang blijft zitten.
zitten. Er staat op dat hij ervoor gaat zorgen dat je imperfecties en je wallen en zo minder gaan opvallen. All day wear, dus de hele dag goed blijft zitten en een volledige dekking. Ik ben alleen echt totaal geen fan van zo'n applicator, want dan moet ik helemaal een kwastje erbij halen om het aan te brengen. Dat is allemaal weer extra gedoe. Ik wil altijd gewoon gelijk zo aanbrengen, maar dat kan niet echt hiermee. Zal ik het toch gewoon proberen? Ik ga het toch gewoon proberen. Nee, want nou zie ik niet heel goed hoeveel ik aanbreng. Oké, ik moet echt een kwastje hebben. Oké, hiervan hoef je ook echt niet veel aan te brengen. Merk ik ook al gelijk. Dus ja, ik heb nou ook weer echt iets te veel aangebracht. Maar oké, dat is gewoon altijd wat ik doe. Dat ben ik gewoon gewend. Maar vanaf nu weet ik, als ik deze producten gebruik, gebruik weinig. De kleur lijkt gewoon goed te zijn voor mij. Ik ga het weer inblenden met mijn spons. Oh, dit is mooi jongens. De kleur is echt perfect. Letterlijk perfect. Als je mijn huidskleur hebt, dan is dit echt de perfecte kleur voor jou. Ik vind het echt prachtig. Het heeft inderdaad echt een volledige dekking. Je hoeft echt niet veel te gebruiken. En het is gewoon heel mooi hoe het ligt op de huid. Heel mooi smooth. Ook mooi met die foundation. Mijn gezicht heeft nou echt totaal zo'n gefilterd effect. Alsof ik een filter op heb in het echt. Het is zo mooi. I love it. Heel mooi. En het is ook helemaal niet alsof ik een hele plamuur op mijn gezicht heb. Het is gewoon echt heel mooi. Die glans ook. I like it. Ik ben ook echt heel enthousiast over die primer. Ik vind dat die mijn gezicht echt een prachtige glow heeft gegeven. Ik ben echt heel enthousiast over al deze gezichtsproducten. Ze zijn allemaal aan de dure kant. Maar naar mijn mening zijn ze het echt waard. Ik vind het heel mooi. Dan heb ik een liquid blush van Benefit. Dit is de Ben Tint, als ik het goed uitspreek. Ik ben hier heel benieuwd naar. Deze heb ik ook gekregen in PR. Is dit een specifieke kleur? I don't know. Het is voor je wangen, maar ook voor je lippen. Als een soort van liptint. Dit is de verpakking en de kleur. De kleur oogt heel donker, maar ik ga ervan uit dat hij niet zo donker aanbrengt. Light onto lips of op je wangen. Dot en blend. Oké. Okay. Ik heb zoiets nog nooit geprobeerd, dus ik weet niet zo goed hoe ik hiermee moet werken. Ik ga gewoon om te oefenen eerst aanbrengen op mijn lippen. Voordat ik gelijk inga op mijn wangen. Oké, okay, het heeft gewoon zo'n applicatortje. En dan staat het dat je gewoon met je vinger moet indrukken. Het is echt super waterig. Het is echt zo'n waterige substantie. Oké, ik denk dat ik wel iets meer kan aanbrengen. Dit is echt voor die hele natural effect. Echt die ik heb geen make-up op look. Ik vind het echt heel mooi. Het is een beetje my lips but better. Ik vind wel dat er toch wel iets meer kleur van af had mogen komen. Maar oké. Ik ga nou proberen bij de wangen. Dit maakt me wel een beetje zenuwachtig omdat het zo waterig is. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Oh my god. Blend quickly. Je moet het echt snel inblenden. Oké, oh my god. Oké. Ik denk gewoon zoiets. Het haalt de make-up eronder wel een beetje ervan af hoor jongens. Het doet niet echt iets. Mijn hele vinger pakt gewoon alles op. Ik snap het niet. Het blendt ook niet heel goed uit ofzo. En je moet echt best wel lang blenden voordat het echt helemaal opdroogt. En het voelt een beetje plakkerig aan en zo. Dit is niet echt iets voor mij. Ik ben meer van de cream blushes. Op de lippen geeft hij wel een mooie rozig effectje. Echt heel naturel. Maar ja, op de wangen denk ik nee. Nou, ik heb het bij de andere kant gedaan. Ik vind echt dat het echt te weinig doet voor de hele moeite die ik nou hier aan het doen ben. Dus nee, dit is niet echt mijn ding. En ik zie ook dat het de make-up eronder een beetje eraf haalt. Dus ik zou dit echt alleen maar gebruiken voor de lippen. Maar of ik echt de prijs zou betalen hiervoor, dat die eerst echt en echt alleen maar voor de lippen. Nee, niet per se. Dus ja, helaas is dit niet echt mijn ding. Dan gaan we verder met een nieuwe losse poeder. Deze heb ik gewoon besteld bij Boosie Shop. Dit is de LOV Perfectitude of zoiets. Translucent losse poeder. Het is best wel een grote verpakking. En dit merk is betaalbaar. LOV valt onder het bedrijf waar ook Essence en Catrice onder vallen. Het is een beetje een meer duurdere versie van Essence en Catrice. Ik ben benieuwd. Deze ga ik gebruiken. 5 gram. Heeft hij een kleurnaam? Nee. Volgens mij was er ook echt maar één kleur. We krijgen zo'n sponsje. Die gebruik ik persoonlijk niet. En dit is dan hoe het er van binnen uitziet. De kleur oogt goed. Dus ik ben benieuwd. Volgens mij is dit gewoon een matte poeder. Sure. Ja, er staat gewoon translucent. Ik weet niet of hij echt mat gaat zijn, maar vast wel. Dit ga ik aanbrengen overal waar ik concealer heb gedaan. Oh, ik vind echt dat die blush mijn gezicht nou echt een beetje heeft gepest. Ik was zo enthousiast over hoe mijn gezicht eruit zag. Oh, godzijdank. De kleur is gewoon goed. Daar ben ik blij mee. Nou,
Nou, ik vind dat de poeder er goed uitziet. Hij is niet super, super mat. Het is niet echt een hele matte poeder. Dus als je dat zoekt, is het niks voor jou. Het heeft gewoon een naturel finish. Een naturel poeder voor everyday gewoon. Ik vind het mooi. I like it. De kleur is ook gewoon prachtig. Hij heeft mijn gezicht niet te mat gemaakt. Maar heeft het ook niet helemaal zo glanzend gelaten. Ik denk dat ik de poeder wel fijn vind. Oké, ik heb heel even snel mijn neus en een beetje bij mijn wangen gecontourd. Daarvoor heb ik niks nieuws. Dus dat heb ik even off beeld gedaan. Ik ga nou even mijn ogen afmaken. Ik ga even snel een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn onderste waterlijn. Deze is van Benefit. En dan ga ik weer terug in het paletje. En dan ga ik een beetje de bruine kleuren aanbrengen op de onderste wimperrand. Dus even kijken. Ik ga deze donkerste kleur gebruiken. Deze kleur en de iets lichtere kleur. Oké, ik heb maar twee kleuren gebruikt. Alleen deze kleur hier en deze kleur hier. Nou ga ik de glanzende kleur hier ook gebruiken. Hallo, focus op het paletje alsjeblieft. Ja, ik ga deze lichte glanzende kleur aanbrengen. Die heet Independent. En die kleur ga ik aanbrengen in de binnenste ooghoek. En ook met wat nog een beetje op de kwast zit, breng ik die kleur ook een heel klein beetje aan onder mijn wenkbrauwen. Zo, dan ben ik klaar met het paletje. Super fijn paletje. Dan ga ik ook weer de twee mascara's aanbrengen op de onderste wimpers. Ik ga weer verder met het gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. Ik heb hier de Body Bronzer van Physicians Formula. Deze heb ik al ooit gehad in de normale kleur light of zo. En die was veel te licht. Die was niet eens te zien op mijn huid. Dus nou zag ik dat ze ook de kleur deep verkochten op Boozy Shop. Ik moet wel zeggen, ik vind hem alsnog best wel lichter uitzien. But we will see. Het is in ieder geval donkerder dan die andere die ik had. Ik vind de verpakking echt heel cute. Heel safari-achtig zo met dat groene. Hij ruikt echt heerlijk. Hun merk, alle producten van hun merk ruiken altijd heerlijk. I love it. Deze ga ik aanbrengen. Hij lijkt wel weer licht hoor. Ik vind hem wel heel licht voor de kleur diep. Ja jongens, hij is echt veel te licht. Ik vind het niet normaal dat de kleur diep zo ontzettend licht is. Wat is dit? Ik vind hem wel gewoon mooi aanbrengen op mijn huid, maar ik zie bijna niks. Oké, blush. Ik heb dus geen nieuwe blush, want ik dacht dat deze genoeg ging zijn. Maar dat is hij dus totaal niet. Dus ik ga gewoon een blush gebruiken van mezelf. Ik ga voor een blush van Kylie Cosmetics. Dit is de kleur We Are Going Shopping. Echt een prachtige kleur. Voor highlighter heb ik een nieuwe van Makeup Revolution. Deze is ook echt nieuw. Ik heb hem gewoon besteld bij Boozy Shop. Face and Body Highlighter to give the skin a dreamy glow. Ik heb by the way de kleur Million Dollars. Je had een aantal kleuren. Kijk even de verpakking hoe heftig. Helemaal zo glanzend. I love it. Je kunt ze ook echt voelen. Het is een beetje zo 3D. Ik vind de verpakking heel heftig. Roze en glitter is echt helemaal mijn ding. Lekker kitscherig. En dit is dan de kleur. Er zit zo'n ster in het midden. Doet me een beetje denken aan Jeffree Star Cosmetics vibes. De kleur lijkt oké te zijn. Een beetje aan de lichte kant, maar ik hoop dat hij niet te licht gaat zijn. Oeh, hij is heftig jongens. Hij is wel echt te licht voor mij. Dat kan ik al wel zien. Maar wel heel mooi. Ik kom er wel mee weg, vind ik. Ik vind hem heel mooi op de huid. Het heeft echt zo'n glossy effect. Dat vind ik heel erg mooi. Ja, ik vind hem heel mooi. Ondanks dat de kleur wel echt te licht is voor mij, vind ik hem wel echt prachtig. Ook lekker betaalbaar. Ik vind de verpakking mooi. We hebben ook een spiegeltje. Handig voor to go. Als je gewoon ergens heen moet, kun je deze gebruiken. Ik vind het heel mooi. Heel fijn. I like it. Dan voor de lippen heb ik twee nieuwe producten van Clarins. Heb ik ook gewoon van hun gekregen. Deze Rouge Liquor of zoiets. In de kleur 757 Nude Brick. Prachtige kleur is dit. Oh my god. Kijk ook de verpakking hoe mooi. Zo mooi goud. Ik vind de kleur echt heel mooi. Een mooie nude kleur. Oh, het is echt een lipstick. Oh mijn god, ik heb hem een beetje kapot gemaakt, maar oké. Dit is echt een lipstick. Hele mooie kleur. Ik ga hem aanbrengen. Hij voelt heel creamy aan. Hij is echt super, super creamy. Ik kijk ook helemaal die glans zo, maar ik vind het wel mooi. I like it. Het heeft een beetje een glossy effect, alsof je een gloss hebt opgedaan. De kleur is niet helemaal mijn ding. Ik ben niet helemaal wild van de kleur. Ik vind hem iets te paarsachtig. Maar ik vind hem wel mooi. Hij brengt fijn aan. Hij heeft veel pigment. I like it. De volgende is een matte liquid lipstick van de Body Shop. Deze heb ik gekregen in hun adventkalender. Hun hele adventkalender had ik ook gekregen in PR. Die kalender is echt top, by the way. Bekijk echt even die video als je nog op zoek bent naar een goede adventkalender. Dit is in de kleur. Welke kleur is dit? Nummer 034. Oké, ook weer een beetje nude-achtig. Oeh, de verpakking is mooi. De dop is zo mat. Dat is apart. Dat is niet iets wat je vaak ziet. Zo'n mat dop. Alleen de rest is wel glanzend. Oké.
ook weer echt een prachtige roze nude kleur. Er staat matte liquid lipstick op, maar het is niet de normale matte liquid lipstick formule die je misschien verwacht. Het is een beetje een mousse crème-achtige formule. Het lijkt heel veel op de NYX Matte Soft Lip Creams. Als je die hebt, dan weet je echt precies wat ik bedoel. Heel mooi, hij droogt mijn lippen niet uit. Dat vind ik altijd heel belangrijk, want ik heb droge lippen. Ik vind hem mooi. En als laatste heb ik ook van de Body Shop hun Vitamine C Fixing Spray. Er staat op dat hij je gezicht energie geeft, dus als je een beetje een vermoeide huid hebt, dan is dit weer een goede oppepper. Oké, er zit vitamine C in. Oeh, hij ruikt echt naar mandarijnen. Nou jongens, dit was echt een goed make-up avontuur. Ik vond echt bijna alles gewoon goed. Alle producten werkten echt prachtig. Ik vind het echt heel mooi hoe mijn gezicht er nou uitziet. Ik vind het echt een hele, hele mooie look. De enige twee producten die ik echt minder vind en ook niet aanraad is sowieso de Benetint. Hoe je het ook zegt. Ik weet niet, voor mij doet hij gewoon niet genoeg. Ik vind het sowieso niet mooi op de wangen. Ik zou hem alleen maar gebruiken op de wangen als je geen make-up op hebt. Als je echt gewoon een beetje kleur wilt op de wangen en verder geen make-up op wilt doen. Want hij haalde echt alles wat eronder zat eraf. En op de lippen vond ik het ook niet heel prachtig. Ja, het is gewoon niet echt mijn ding. En deze bronzer is in de kleur diep. Maar ik vind het niet echt dat je zo'n kleur diep mag nemen. Maar hij is echt veel te licht. En die andere kleur van hun was ook te licht. Dit is niet echt een hele goedkope bronzer. 20 euro is wel wat geld. En ik heb dus nu al 40 euro verspeeld aan twee kleuren. Die allebei niet goed zijn. Dus ik ben er een beetje klaar mee. Voor de rest, alles is gewoon mooi. I like it. Alle producten werken gewoon goed. Vooral de gezichtsproducten van Clarins. Echt amazing. Ik vind ze echt super mooi. Dit paletje ook. De highlighter, de lipproducten. Allemaal gewoon top. Het is nu 6 minuten over 12. Ik ga de make-up sowieso de hele dag oplaten. Dus ik kom weer vanavond terug om te kijken hoe alles er nog op zit en wat we ervan vinden. Maar voor nu is het echt top. Ik ben er echt heel, heel erg blij mee. Oké, zoals jullie kunnen zien is het nou 9:15. Ik laat het even zien op een horloge, want ik film dit met mijn phone. En dit is dan hoe mijn gezicht er op dit moment uitziet. We zijn ruim 9 uur verder en mijn gezicht ziet er echt nog toppie uit. Ik vind het echt geweldig. De lipstick is er wel vanaf, alleen die bleef ook echt best wel lang goed zitten. Heeft ook mijn lippen totaal niet uitgedroogd. Dit is echt een van de beste matte liquid lipstick formules die ik ooit heb geprobeerd. Dus ik raad me echt zeker aan. Mijn huid ziet er ook nog top uit. Helemaal niet glanzend of zo. Het is gewoon nog zo'n naturel matte finish. Het is wel iets vettiger dan eerst, maar echt niet heel veel of zo. De glow zit ook nog helemaal goed. I like it. Ik ben echt heel blij met al deze gezichtsproducten. Een beetje aan de prijzige kant, maar zeker wel elke euro waard, zoals je kunt zien. Ik vind het echt prachtig. Ik ben echt heel erg blij met hoe ik eruit zie. Dus in principe is er niet echt iets veranderd. Alles wat ik al goed vind ik nog steeds goed. En wat ik niet goed vond, de bronzer en die blush, ja, die vind ik gewoon nog steeds niet zo goed. Maar al met al, I like it. Oké, dan gaan we nu beginnen aan het kledinggedeelte van de video. Ik heb dus weer allemaal kleding gekregen van Chicale. Ik heb 4 kledingstukken die ik jullie ga laten zien. En ik heb ook een code voor jullie. Die staat beneden in de beschrijving en komt ook hier in beeld. En dan heb je 20% korting, maar hij is wel maar 5 dagen geldig. Dus wees snel als je wat geld wilt besparen. Ik ga jullie alles laten zien en ook alles aandoen, want dat vind ik belangrijk. Want dan kun je alles gewoon zien echt op mijn lichaam. Ik ga beginnen met 2 kledingstukken die officieel geen set zijn, maar ik heb ze gekocht als set. Omdat ik dacht dat het dezelfde kleur waren, maar zoals je kunt zien zijn ze dat niet. Maar whatever. Eerste is deze prachtige groene rok. Dit is echt de ideale rok voor in de winter en de herfst. Hij is one size. Hij is heel mooi groen. Je had ook een aantal andere kleuren, maar ik wilde gaan voor een kleur waar ik normaliter niet echt voor ga. Hij heeft zo'n dikke band. Is lekker stretchy en hij valt tot over de knie. Het is echt een midi rok. Hij is ook helemaal dicht. Hij heeft verder geen split of zo. En hij is echt super dik. De materiaal is zo goed. Echt een dikke stof. Lekker stretchy en hij past echt heerlijk. En ik had hem dus in mijn hoofd gematcht met een groene top. Deze. Alleen is de kleur groen wel een klein beetje anders. Maar de top is ook echt geweldig. Heel mooi. Hij heeft ook deze ruching zo voorop. Het is gewoon een normale lengte. Geen crop top of zo. Deze was ook one size? Nee, maat M. Deze heb ik in maat M gekocht. Lange mouwen. Ook echt een hele goede stretchy stof. Schijnt niet door. Hele goede materiaal. Dus deze wilde ik aandoen met deze rok. Dat vond ik wel een leuke match. Oké, jongens. Dit is dan hoe ik het had gematcht. Maar zoals je kunt zien, de kleuren komen niet echt overeen. En daar krijg ik een beetje error van in mijn hoofd. Ik dacht
dacht echt dat de kleuren identiek zouden zijn. De rok is echt super leuk. Helemaal strak tot aan beneden. Hij schijnt ook helemaal niet door of zo. Dit had echt super leuk kunnen zijn. Maar helaas, ja, de kleuren matchen niet. Ik weet niet. Ze moeten gewoon per se matchen. Anders vind ik het niet mooi. Of kan dit wel? Wie vindt dat dit gewoon kan? Wie vindt dat ik overdrijf? Let me know. Want aan de andere kant hoeven de kleuren ook niet perfect te zijn. Maar ik weet niet. Ik krijg hier storing van in mijn hoofd. Maar deze rok is echt super leuk. Lekker stretchy. I love it. Hij past ook echt perfect. En de top is ook echt heel erg leuk. Ik ga hem ook zo even laten zien met een gewone normale broek aan. Dit is dan de top als je hem gewoon normaal zou aandoen met een normale broek. Ik vind hem echt zo ontzettend leuk. Ik had wel gewild dat hij hier iets strakker zou zitten. Maar op zich, de maat is wel gewoon goed. Maat M is gewoon goed. Of is het one size? Ik weet niet eens meer. De maat is in ieder geval goed. Ik vind dit ook heel leuk. Dit laat je ook iets slanker lijken dan dat je misschien echt bent. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Achterkant is gewoon helemaal dicht. Dit is zo'n groene kleur die ik niet heel vaak draag, maar ik vind hem maar wel heel mooi staan met mijn huidskleur. Dus ja, I like it. Echt een heel leuk topje. En hij valt wel een beetje hoog. Dat moet je wel weten. Maar dat vind ik echt top. I like it. Dan heb ik hier echt een hele leuke nude top. Deze is one size volgens mij. Ja, gewoon one size. Ook weer die hele goede dikke stretchy materiaal. Het is een beetje een aparte soort top. Hij heeft zo hier van die knoopjes. Die hoeven in principe niet los. En dan hier onderin is het gewoon open. Dus je kunt een beetje zien van je buik. En hij heeft zo van die kleine schattige mouwtjes. Super, super cute. Ik vond hem echt heel cute eruit zien op de website. De kleur is ook echt compleet mijn ding. Ik hou altijd van nude beige kleurtjes. Dus deze sprak mij echt aan. Jongens, dit topje vind ik echt heel erg cute. Hij past ook gewoon goed. Hier is hij dus zo open. Hij is ook super, super stretchy. Achter is hij gewoon helemaal dicht. I love it. Ik vind het echt super, super leuk. Ik heb de knopen ook niet opengemaakt. Ik heb het gewoon zo aangedaan. Het maakt ook hier mooi slank. Omdat het zo in een soort van flare naar buiten gaat. En dan oog je een beetje slanker hier of zo. Ik vind het echt heel erg leuk. I love it. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Als laatste heb ik natuurlijk ook weer iets in het zwart. Jullie weten van mij, ik hou van zwart. Dus dat ik al zoveel kleur heb gekozen is echt heel erg apart. Dit is een beetje een aparte wollen trui. Met van die pareltjes overal. Deze ook one size volgens mij. Ja. Ook gewoon one size. En hij heeft geen mouwen. Dus je kunt gewoon je armen zien. Hij heeft gewoon een goede lengte tot aan de broek. En echt overal voor en achter heb je die witte pareltjes. Ik denk niet dat je hem kunt doen in de gewone was. Want ik denk dan dat ze eraf gaan. Ja, of niet. Want ze zitten er wel echt ingenaaid. I'm not sure, maar whatever. Hij is echt gemaakt van die hele dikke wol. Dus hij gaat echt super, super warm zijn. Alleen ja, is hij wel open bij de armen. Dus dat is dan wel weer iets minder warm. Is dit niet echt te cute, jongens? Ik vind het echt super, super cute. Ik vind wel dat hij een beetje jeukt. Want hij is van binnen ook helemaal zo wol. En het jeukt een beetje. Dus dat vind ik niet zo fijn. Maar overal vind ik hem wel heel erg leuk. Het is echt zo'n cute crop topje. Ik zou hem misschien aandoen met een hoek van leer of zo. Dat is wel cute. Maar ik vind hem echt wel leuk. I like it. Ondanks het feit dat hij echt wel een beetje jeukt. Hij is ook best wel warm. Ja, het is hier wel helemaal open en bloot. Dat maakt het weer iets minder warm. Maar hier zo heb ik het nou echt best wel warm. Ik vind het cute. I like it. Hij past ook gewoon helemaal goed. Het is een beetje een ander soort iets. Een apart soort kledingstuk. En daar hou ik altijd wel van. Ja, yeah, I like it. Heel cute dit. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!